Of het formeel openen, of gaat het aankondigen dat we met een reuk- en smaakcentrum gestart. En Wilbert, mag ik jou eerst het woord geven? Nou, dan geef ik graag het woord aan Wilbert Boek, KNO-arts. Dankjewel. Ben ik zo goed te verstaan? Ja? Ja, want ik had deze presentatie toch wel voorbereid, maar eigenlijk is die nu al in het water gevallen. Mede door jou, Kees, maar mevrouw Wakker, allereerst hartelijk dank. Ja, ik heb slecht nieuws. Ik ben een mannelijke KNO-arts. Ik bind dagelijks mensen vast en door de bezuinigingen verdoven we ook niet meer, maar opereren we gewoon. Dus dat is wel lastig. Ik denk het feit dat dit bestaat, dat ik niet de enige KNO-arts in Nederland ben die meer aandacht voor de reuk en de problemen daarmee heeft en overigens ook de smaak. Maar dat het in het algemeen is, moet ik zeggen. En ik hoop dat we dit alleen maar meer kunnen maken. En ik wil zeggen, ik vind het heel jammer dat u na 45 jaar bij een KNO-arts terecht bent gekomen. Snapt u? Als ik dit verhaal zo hoor. En ik denk met publiciteit dat dat ook beter geregeld kan worden. Hoe ga ik vooruit met deze? Zo? Ja, Kees, dankjewel. Daar gaat de presentatie. Ik had een mooi verhaal. LinkedIn, wetenschapsbijeenkomsten, literatuur en dan vind je elkaar. Nee, we staan gewoon op het schoolplein bij onze kinderen. En verzinnen dan op een gegeven moment wat leuks. En ik kreeg op een gegeven moment het idee dat je een aankondiging had met Simone en Pieter dat we familie aan het worden waren. Maar dat is toch niet zo? Ik weet van niks namelijk. Oké. Alleen wiskunde, zeggen ze. Wat is er nou zo bijzonder? Het zijn eigenlijk twee losse werelden en die zitten gewoon zelfs samen in hetzelfde ziekenhuis. Dus we hebben de wetenschap en nu het individu van Kees, maar is natuurlijk een heel groot instituut. En de patiënten, de KNO-artsen en het ziekenhuis. En wat is er nou zo uniek? En dan vind ik dat ik nog bescheiden ben geweest met deze dia. Sinds een jaar of zo staat hier een 3 Tesla MRI. Maar er kan onderzoek gedaan worden met reukstoornissen. Of nee, er kan reukonderzoek gedaan worden. Maar er werd helemaal niet gesproken met elkaar dat er ook nog eens onderzoek gedaan kan worden met reukstoornissen. Dus die link met die patiënt die was er helemaal niet. En daar was dat schoolplein zo mooi voor. Want daar hebben we dus kunnen praten van ja, dit is echt uniek. En we hebben gezegd van ja, er staat er eentje in Dresden en verder weten we niet dat er nog eentje bestaat. Maar eigenlijk zijn we helemaal uniek, want in Dresden is een KNO-afdeling waar een arts, geen KNO's, maar een arts, ontzettend veel onderzoek doet, heel goed onderzoek doet. Maar niet zo groot als een Universiteit van Wageningen. Dus ik vind dat wij hier een uniekere situatie hebben. En zo is dat balletje gaan rollen. De prevalentie, hoe vaak komt het nou voor? Nou, als je nou de onderzoeken bekijkt, eigenlijk weten we het niet. Er is een Scandinavisch onderzoek, die komt op 25%. Dus 1 op de 4 mensen zou een reukstoornis hebben. Nou, daar geloof ik niks van. Dan zou daar die hele hoek zou niet kunnen ruiken. Die onderzoeken zeggen, ja, dat is ook een beetje veel. Er zitten mensen bij die een maandje niet goed ruiken omdat ze verkouden zijn. Dan komen ze op 5%, dat is een schatting. In Nederland denken we 250.000, 300.000 mensen. Is eigenlijk ook maar een schatting. Wat we weten is dat het vanaf je 60ste toeneemt. Wetenschappers lopen altijd warm van tabellen en zo. Maar hier worden KNO-artsen warm van. Maar hier gaat het eigenlijk om. En over, we zitten hier en die kleine zenuwtjes... Die doen eigenlijk alles. Die maken dat hele systeem zo mooi. Dat beleef je zo mooi. En dadelijk denkt iedereen, oh het is 8:15, dat is mooi. Dan ben ik al op tijd voor de Champions League. En als ze dan die bal over dat hele veld zien gaan en je ziet ze koppen. Dan gaat dus dit heel hard op en neer. Die zenuwtjes, die villa worden ze genoemd. Die villa olfactoria, dat zijn haarzenuwtjes. Die zijn hartstikke dun. Eigenlijk ongelooflijk dat zo... Zo stabiel is dat het niet kapot scheurt. Het gebeurt wel. Er zit hier ook iemand met een kopstaart ongeluk. Waardoor het dus... En het scheurt gewoon af. En dan is het klaar.
dan ben je je reuk kwijt, dan is het kapot en zenuwen herstellen niet. Gevaarlijke uitspraak, maar ik vind wel dat je dat zo mag zeggen. Kees, het zijn met de smaakreceptoren van je tong, gaat naar de hersenstam toe. Hier is de bulbus olfactorius en die heeft een rechtstreekse verbinding en naar je bewustzijn, maar ook naar je limbisch systeem, naar de emotionele kant. Dus een veel directere verbinding. De oorzaken, toch veel met ontstekingen. Daar komen die KNO-artsen ook in beeld. Idiopathische, we weten het niet bij 15% van de glaatse jongen van 16. En die dacht dat hij zijn hele leven al niet rook. En door dit interesse en verder onderzoek, samen ook met Jos van Dien, een radioloog hier, hebben een MRI-scan gemaakt. En hij had helemaal niet deze bulbus olfactorius, was gewoon niet aangelegd. Dus daar was hij niet mee geboren. Klinkt vreemd, maar het is wel prettig. Ik kon hem de foto laten zien. Joh, je hebt het niet meegekregen, dus je zult ook nooit ruiken. Hou er rekening mee. Hou rekening met brand, met aardappels, met dat soort dingen. Dan kun je heel duidelijk zijn. Nou, de trauma's, hè, de Champions League, laatste schilder van 65, 70. Ja, die heeft natuurlijk heel lang boven die potten verf gehangen. Die waren echt niet op waterbasis toen. En die waren kapot en het aangeboren deel. De virale infecties zijn voor dokters heel lastig. Eigenlijk kunnen we daar nog steeds niks mee. En mensen die dat hebben, ik hoop dat we het gaan vinden in onze kliniek, jongens. Maar mensen die dat hebben, dat weet ik niet of we die kunnen behandelen. Maar, mevrouw Wakka, daar bent u een mooi voorbeeld van. Ik denk dat we veel meer mensen kunnen laten ruiken met die chronische aandoening. Ik denk als je die intensiever behandelt, dat we veel meer winst kunnen maken. Of je daar blij mee wordt, dat is het volgende hoofdstuk. Dat is hetzelfde verhaal als de dove mensen die geen cochlea implantaat willen hebben, want dan gaan ze weer horen. Dat willen ze niet. Dat vond ik ongelooflijk toen ik dat voor de eerste keer hoorde. Maar met uw verhaal, het is wel iets om daar ook goed over na te denken. Niet iedereen blind, maar vol met prednison te gaan stoppen. Want dat is een van de weinige middelen die wat doen. En hier staat het ook, hè? Dus prednison, wat is het idee? Prednison is een ontstekingsremmer. Die kleine haarzenuwtjes die zitten in de knel in dat bot, die drukken zichzelf eigenlijk niet helemaal dood, want ze sterven niet af, want ze zelfs na 43 jaar gaan ze het weer doen. Maar die zwelling wil je weghalen. En dat doen die cortisone, die prednisonmiddelen. Wat we nog meer kunnen doen, is chirurgisch de polypen of het ontstoken weefsel weghalen. Meestal doen we dat zonder veroorzaken van een gaatje in de neus tussen schot. Maar soms gebeurt dat. Waar ze in Dresden heel enthousiast over zijn, het is ook heel boeiend, dat ze echt mensen die niet kunnen ruiken of nog maar een heel klein beetje, soms nog wat kunnen ervaren, die geef je 2 keer per dag 4 sterke geuren te ruiken. En als je dat maar wekenlang doet, dan komt er toch een bepaalde trein op gang. We hebben geen idee, maar dat er een besef is en dat ze dan langs een varkensstal rijden en zeggen, hé, wacht eens even, ik ruik nog wat. Olfactory training wordt dat genoemd. Dit kom ik steeds tegen. Ik weet niet of je er wat mee kan. Het is een middel wat bij ontstekingen goed werkt. Maar dan zit je bij de mensen die een virale infectie hebben. Wanneer geef je nou iemand die verkouden is, die minder goed ruikt, meteen een of ander geneesmiddel voor die reuk? Dat is een hele moeilijke inschatting. Ik weet niet of we daar uit gaan komen. Wat ook van belang is, waar Kees het ook over heeft gehad, en ik denk dat dat nog niet echt bekend is in de KNO Nederland, en ik denk dat daar ook een grote taak voor ons ligt, is dat mensen die niet kunnen ruiken, ook niet weer zullen gaan ruiken, toch veel meer kunnen gaan genieten van, het staat de dingen erbij, van voedingsmiddelen, door gewoon, die textuur, hoe is het in je mond, hoe voelt het, is dat fijn of niet? We weten dat gebakken en gefrituurd eten veel prettiger ervaren wordt door mensen die niet dan de uitgekookte broccoli. En flink kruiden. Niet zozeer zout, maar wel kruiden. Dat wordt prettig ervaren door mensen, waardoor ze toch meer genieten van een maaltijd, in plaats van zeggen van nou, ik doe maar jam op mijn haring. En dit is natuurlijk belangrijk, hè. Zorg dat mensen alert zijn, dat hun waakfunctie van die reuk, of dat die weggevallen is. En daar heb je tegenwoordig prachtige hulpmiddelen voor.
Een paar operatiepleitjes. Je kunt je voorstellen, deze patiënt, dit zijn neuspoliepen die letterlijk uit de neus komen. Ik heb in het militair hospitaal gewerkt als een marathonloper. En die had halverwege een marathon had hij zijn neuspoliep, die blijkbaar hoog in de neus zat, die had hij uitgeblazen. Maar dat ding zit gewoon hoog daar vast en die hing op zijn bovenlip. Daar heeft hij 20 kilometer mee gelopen. En ja, dan ruik je niet als die dingen er zitten. Dus dat is heel eenvoudig. Hoger in de neus, als ze met de endoscoop werken, dan is dit een neustussenschot. Dit is de zijkant van de neus. En het witte ding is die poliep en die zit gewoon in de weg. Dat is echt obstructief. Ja, als je dat weghaalt, dan krijg je een hoop mensen reuk weer terug. Het frustrerende is dat ook door de chronische ontsteking vaak na een jaar ze toch hun reuk weer kwijt zijn of voor een deel kwijt zijn. Terwijl die poliepen niet zo heel hard terugkomen. Dus dan denk ik, ja, ik zou wel willen opereren, maar er is bijna niks weg te halen. Dat blijft toch moeilijk. Meestal zitten de poliepen hier in dit gebied van de neus. Overigens, wat ook wel interessant is om te vertellen. Zeker bij, als je naar de anatomie van honden kijkt, is dat nog mooier, met die snuiven zo. Wat je doet met je ademhaling is, je haalt adem en dan zeg je van, de adem gaat zo. Je gaat eigenlijk onder je neus. Maar hier zitten je reukzenuwen. Wat doe je nou als je goed wil ruiken? Dan doe je dat. En wat gebeurt er dan? Er zijn allemaal modellen van. Dan gaat het zo wervelend, gaat het omhoog. Waardoor dus de concentratie van die reukstoffen, die komen hoog in je neus, daar waar je ze wil hebben. En op een gegeven moment word je een beetje vakidioot, want dan loop ik met de honden in het bos. En dan hoor ik ze ineens dat doen. Waarom? Er zit te veel concentratie van een bepaalde geur. En dan blazen ze dan uit en dan gaan ze weer lopen sniffen. Grappig, hè? Ik heb een hele normale hond, hoor. De operatie, we binden niet meer vast. Het gaat onder narcose. Het gaat, vind ik, behoorlijk patiëntvriendelijk. Maar tijdens de operatie moet de zuster van ons naar het oog kijken. Want wij kunnen inderdaad met deze operatie in de oogkas terechtkomen. En als we helemaal achterin moeten zijn, zelfs de oogzenuw raken. We kunnen zelfs ook hier bij de hersenvliezen komen, daar raken en dat er weer hersenvocht naar buiten komt. Het is wel een operatie met serieuze risico's. Maar die komen zo weinig voor dat ik vaak als vergelijking zeg, en dat is gevaarlijk als dokter, joh, hier naar het ziekenhuis rijden vind ik gevaarlijker dan de gevaren van deze operatie. Maar we moeten ze noemen, want ze zijn te serieus om ze ongenoemd te laten. In een reuksessie vond ik dit wel een mooie overgang naar Dieuweke. Dieuweke was al geïntroduceerd door Kees. En eigenlijk, we hebben goed nieuws voor Dieuweke. Ze gaat helaas in juni, juli naar Australië toe. Want Dieuweke is de afgelopen maanden onze duwer geweest. Onze motor die steeds maar weer een mail stuurde van we moeten overleggen. We gaan daar naartoe, we gaan naar Dresden toe. Regelde alles en dat heeft ze echt super gedaan. En die neemt het stokje even van me over om het over de reuke smaak te vertellen. Mag ik het doen? Wilbert, ik weet niet zo goed wat dit plaatje precies met mij te maken heeft, maar bedankt voor de aardige woorden. Ik ben inderdaad vanaf december betrokken bij het opzetten van de kliniek en dit zal ik nog een maandje doen en dan vertrek ik inderdaad voor een poos. Waarom een reuksmaakkliniek? Ik denk dat het eigenlijk wel heel duidelijk is. Reuk en smaak uit van leven en op samen. De erkenning willen we graag. Patiënten die voelen zich vaak onbegrepen. Die hebben moeite artsen te vinden die hierin gespecialiseerd zijn. En ja, we willen ook meer kennis genereren over reuk- en smaakstoornissen. En natuurlijk behandelingsmogelijkheden creëren. Ik ga nog even kort wat vertellen over smaakstoornissen. Want al over reukstoornissen verteld. In deze figuur kun je heel snel veel vaker voorkomen dan smaakstoornissen. Dit is een figuur van ruim 4500 patiënten. Deze patiënten gingen allemaal naar de Smell & Taste Kliniek in Dresden in Duitsland. Daar zijn we ook op bezoek. Dat 90% van de mensen smaakstoornis, 4% smaakstoornis en er was nog 6% die een smaakstoornis had. Nou, bij smaakstoornissen is een heel groot gedeelte is gewoon de oorzaak. Het kan voorkomen na een trauma van het hoofd.
kan voorkomen na een infectie. Dan moet je vooral denken aan infectie van de mond. Kan ook na een operatie, bijvoorbeeld de midden. Of bijvoorbeeld naar het verwijderen van amandelen. Zelf ongeveer 10 jaar geleden gehad, toen werden mijn amandelen verwijderd. En had ik echt last van dat een metaalachtige smaak en ook dat dingen van. Als ik een stuk chocola nam, dan proefde dat smaak die je gewend was. En dat heb ik toen ook tegen de KNO-arts gezegd. En die zei, ja, bij je tong geweest. Dus eigenlijk denk ik niet dat het te maken heeft. Ja, het is wel degelijk zo dat een smaakzenuw ook, dat er een smaakzenuw is die achter in de tong ligt en naar de keel toe. Dus ik heb ook wel vaker gelezen dat dit komt gewoon veel vaker voor. Een smaakstoornis kan ook voorkomen bijvoorbeeld bij of chemotherapie of blootstelling aan kalium. Nou, het gevolg kan best wel ernstig zijn. Het is vooral voedingsgerelateerd. Het kan leiden tot ernstig ondergewicht. Nou, van reukstoornissen, de impact van reukstoornissen op dagelijks leven is veel meer. Smaakstoornissen, daar heb ik deze figuur van gevonden. En deze figuur komt uit een review die gebaseerd is op 8 verschillende studies. Er zijn best wel getallen die heel vaak terugkomen. Daarbovenin kun je zien dat heel veel problemen eigenlijk voedselgerelateerd zijn. Van het eten. Sommige mensen gaan minder gaan eten. De eetlust die neemt af. Het is natuurlijk lastig om te koken als je zelf niet meer. Te koken voor andere mensen. Als je zelf niet meer goed kunt proeven. En je hebt natuurlijk altijd het gevaar dat je voedsel eet wat. Is, omdat je dat dus ook niet. Je kunt gewoon niet meer het verschil. Aardbeienijs of chocoladeijs proeven. En dat is echt. Dat kan wel veel impact hebben op de kwaliteit van leven. Het is natuurlijk ook het gevaar van gas. Of ruiken. Je hebt geen idee hoe je zelf nog ruikt. Dus dat kan mensen heel onzeker maken. Problemen met sociale leven, je ruikt je partner niet meer, je weet niet hoe je moet ruiken. Problemen met huishoudelijk werk en er zijn ook mensen die problemen hebben met hun huidige betaalde werk. Bij de Anosmievereniging, in oktober heb ik een meisje ontmoet, die was 18 en die was. En die wilde heel graag politieagent worden en er was ook eigenlijk geen tweede optie voor haar, maar ja, dat kon dus niet meer. Heel erg vervelend en er is ook niet echt wat daar heel erg op lijkt. Nou, voor deze mensen is in Nederland niet echt een gaan. Dus daarom willen wij graag de kliniek opzetten. Er zijn wel enkele in Europa en in de Verenigde Staten. In Dresden is echt een hele grote waar ze heel veel onderzoek doen. En dan zullen we ook voor een deel overnemen. Hieronder is het logo, is een smel- en teeskliniek in Friesland. En daar is een van Engeland en Norwich. Dat wat wij gaan doen, want het doel is dat we patiënten gaan. Standaardiseerd protocol. Mensen krijgen best wel hele uitgebreide testen als ze naar de kliniek komen. Als iemand komt, dan duurt het. Bij elkaar wel een uurtje of 5. Dus ook niet dat mensen komen met koudheid, maar echt iemand die is door KNO-arts. Dat is voor de gevallen, zeg maar. Dan is natuurlijk het doel dat we. Daarvoor gaan we denk ik ook samenwerken met andere klinieken. Nou, een heel belangrijk doel is natuurlijk vergroten. Bessen in dit soort stoornissen en natuurlijk wetenschap. Ja. De belangrijkste onderzoekslijnen zijn eigenlijk het ophelderen. Eigenlijk nog niet zoveel smaak- en reukstoornissen. Nieuwe behandelingsmethoden. Belangrijk onderzoek. En wat we ook gaan onderzoeken is de invloed.
En het leuke aan deze kliniek is Wageningen Universiteit gespeeld zijn in sensorieke contact, dus eigenlijk weet ik gewoon wel een unieke combinatie. Daarom werk ik met een universiteit, maar dan is het heel vaak een medisch. Wij zijn echt gespecialiseerd. Eigenlijk een open deur. Nou, dit is een heel klein, dit is een deel van het patiëntenprogramma. Alle gaan uitleggen. Nou, als mensen komen, dan gaan ze eerst gewoon standen. Dan gaan ze ook een voedselvoorkeurentest doen en voedselfrequentievragenlijsten invullen. Kijken hoe veranderen de voorkeuren en wat zijn de gewoontes. En dan willen we ook bij iedereen een. Het heeft Wilbert ook verteld voor. Dan kun je naar de bulbus olfactorius kijken. En dit is heel belangrijk voor prognose. Bijvoorbeeld bij die jongeman van 16. En we willen ook een functionele scan maken met de olfactometer. Dus naar. Dan om het bij iedereen te doen. Later hebben we daar artikelen over te publiceren. En mensen met smaakproblemen die gaan een ander protocol in en die krijgen dan smaakstimulatie door middel. Dan gaan we daar ook hebben. Goed, dan krijgen ze natuurlijk een diagnose en als het mogelijk is een behandeling. En iedereen krijgt natuurlijk ook voorlichting. As en brand en een voedingsadvies. Nou, de bedoeling is dat we vanaf oktober open gaan. Van het tot dan op de woensdag eerst. We denken dat we een dag kunnen hebben. Het is heel lastig om nu precies in te. We willen heel graag een aparte locatie in het ziekenhuis. En daar willen we ook posters gaan ophangen. Bijvoorbeeld in Dresden was er een heel duidelijke poster over smaak en een andere poster over. En gewoon wat informatiebrochures neerleggen, duidelijk onze plek is. Waar we nu mee bezig zijn is, we willen dan oktober open en we zijn bezig met een locatieplan. Wat gaan we allemaal doen, hoe gaan we dit communiceren en wat gaan we allemaal doen met de opening. Financiën, hoeveel geld hebben we nodig en waar halen we dat geld vandaan. De website is nu in de maak. Nou, patiëntenprotocol, dat moet nog. De database is natuurlijk heel belangrijk, dus hier zijn we ook dat allemaal moeten doen. En we zijn aan het kijken wat voor mogelijkheden. Nou, dit is eigenlijk onze website. Er zijn 3 kopjes: onderzoek en behandeling, reuk- en smaakproblemen en over de kliniek. Informatie over de kliniek, een beetje wachten staat als die gaat komen. Over ons wetenschappelijke onderzoek. Dit is gewoon algemene informatie over smaak. En dan heb je ook nog algemene informatie over reuk. Ja, daar kunnen ze natuurlijk contact opnemen. En hier gaan we ook verder. Deze is nog lang niet af hoor. Daar gaan we verder aan werken om dit helemaal goed te maken. In elk geval voor oktober. Bedankt voor uw aandacht. En ik doe dit in samenwerking met Wilbert, met Kees, met Sanne en met Elbrief. Dankjewel. Ik vind het zelf een ontzettend leuk initiatief. Voorziet in een behoefte die tot nu toe onduidelijk was eigenlijk in onze maatschappij. Hè? Een miskend ziektebeeld. En dat past natuurlijk fantastisch ook in ons ziekenhuis als voedingsziekenhuis. Binnen de alliantie dus. Ja, het klopt eigenlijk op alle gebieden. Dus als er steun nodig is bij de Raad van Bestuur, ik ga wel aan een touwtje trekken. Goed. Na deze loze belofte. Dat is bekend. Nee, maar het is wel degelijk, hè? Ik vind het echt een heel erg leuk en heel goed initiatief. Zijn hier vragen over?
Dank u wel. Ik ben Kirsten Jaarsma. Ik ben de voorzitter van de Allesmievereniging Nederland. En ik kan in ieder geval zeggen dat wij als vereniging dol en dol blij zijn met dit initiatief. Want ik denk dat Liebeke het ook goed verwoord heeft. Dat op dit moment mensen met een reukstoornis toch een beetje soms zoekende zijn. Of ja, zelfs soms niet verder komen dan een huisarts. En dat is best een kans. Wat ik eigenlijk nog wilde vragen. En dat is ook iets wat ik net ook in de... Die staafdiagram zag met de problemen die mensen met een reukstoornis hebben. Wordt er ook aandacht besteed aan psychologische effecten van een reukstoornis? Want ik zag daar net staan 30% mensen die toch last krijgen van depressie. Ik denk wel dat wij ook in ons ledenbestand zien dat dat een heel belangrijk onderdeel is van de gevolgen van anosmie. Ja, inderdaad. Dat is, ik heb laatst nog gelezen dat echt 25% van de mensen met een reukstoornis echt heel veel moeite heeft om dit te accepteren. Wij zijn wel van plan om mensen dan, als zij daar echt moeite mee hebben, bijvoorbeeld door te verwijzen naar een psycholoog. Toch, Wilbert? Ja. Psycholoog. Aan ons verbonden. Ja, daar, in dat stadium zijn we nu. Dus dat moeten we nog. Ik heb iemand op het oog, maar die weet dat nog niet. Dus ik noem er geen naam. Ik heb begrepen dat reukstoornissen ook vooraf kunnen gaan aan dementie, Alzheimer, Parkinson. Zit daar ook iets van voorspellende waarde in? Of is dat precies? Ja, nee. Want je hebt meer op reukstoornissen, maar een deel daarvan Alzheimer gaat richting Parkinson. Dus als iemand bij de huisarts komt bij een KNO-arts, dan ga ik niet zeggen, nou, jij wil Alzheimer dan. Snap je? Dus, je kunt het niet differentiëren daarmee, maar het klopt wel. Alleen je kunt niet conclusies trekken uit de reukstoornis. Nou ja, Sanne heeft proefschrift geschreven over reukstoornis en Parkinson. Er is ook net een meta-analyse verschenen waarin ook reukstoornis in verband met Alzheimer en Parkinson duidelijk verschillend type uitslag was voor als voorloper voor Alzheimer en voorloper voor of in Parkinson. Namelijk, je hebt met reuk heb je natuurlijk discriminatietesten en drempelwaardetesten en heel duidelijk per categorie. Dus dat is een hele recente meta-analyse over een heleboel studies verschenen. Dus ik denk wel dat daar ook vooruitgang in zit in dat type werk. Dus dat je ook type uitslag en type stoornis misschien kunt verbinden. Heel kort een beetje, want dit is nou het voordeel van die samenwerking. Ik ben echt een klinicus practicus. Ik kan er niks mee. Snap je? Alleen over 10 of 20 jaar wel. Maar als je mij nu vraagt, van ja, kan ik wat met die reukstoornis? Nee, ik kan er nu niks mee. Ik zou er heel graag wat mee kunnen gaan doen. En ik denk dat dat een enorme toegevoegde waarde is van die zaak. Nou ja, het meeste is al gezegd inderdaad. Maar reukstoornissen zijn inderdaad heel vaak een voorloper van de ziekte. Maar zoals Wilbert zei, reukstoornissen zijn ook niet heel specifiek. Nee, inderdaad. Ik weet wel dat er een studie is gedaan waarbij ze een hele grote groep mensen hebben gevolgd met onverklaarbare reukstoornissen. En volgens mij was het ongeveer 10% wel die later de ziekte van Parkinson ontwikkelde. Dus het kan wel een grote groep mensen zijn uiteindelijk. Alleen, ik zou op dit moment niet tegen mensen durven zeggen met een reukstoornis, jij gaat Parkinson ontwikkelen, dat wil je natuurlijk. Ik was met Ondine en Nikita bij Monique Breteler in Bonn. En die is echt op het gebied van breinonderzoek en Alzheimer. Die heeft in Rotterdam altijd gewerkt en zit nu in Bonn. En die begon een heel groot cohort op te zetten. En die heeft ook drie Tesla machines. En dat is allemaal op zijn Duits. En die willen sniffenstick meenemen in dat cohort. Dus die wil toch iets met reuk doen.
En misschien, meer weet ik ook niet, maar misschien kun je dan in het brein wel veranderingen zien die leiden tot. Nog meer vragen? Ja. Ik heb eigenlijk een hele andere soort vraag. Ik hoorde in het stuk van Wilbert iets over het gebruik van kruiden om bij patiënten. Ik vroeg me af. Er kruiden met geur. Ja, ik weet niet of het een vraag is voor u, maar. Ik denk dat als je het echt niet kunt ruiken, mensen van de anosmievereniging, dan denk ik dat je het echt moet zoeken in of smaak of trigeminale stimulatie. Dus dat is kruiden zoals peper of die duidelijk een ander zintuig ook dan geurzintuig of het reukzintuig stimuleren. Dus daar wordt nu ook denk ik wel werk aan gedaan. We hebben straks na de pauze een filmpje daarover, ook over hoe dat... Ja, in welke richting dat gaat. Maar ik denk specifiek kruiden, daar heb je gelijk in, Astrid. Dat als het natuurlijk aromastoffen zijn, ja, dan werkt dat niet. Dat klopt. Maar pittig eten en natuurlijk ook variatie, denk ik, in textuur aanbrengen of in smaak aanbrengen. Dat zijn natuurlijk wel mogelijkheden die je kunt leren. Nou, wil ik nog één vraag? Iemand nog een vraag? Ja, want... We gaan een heel klein beetje over de tijd. Dat gebeurt anders nooit, heb ik begrepen. Maar... Ik ben een anosmie-patiënt. En Cambo, Chili, heel populair. Wat ik wel heb gemist is diabetes en smaakverlies. En daarmee, zeg maar. Wat vind je daar? Ook vanavond hier weer niet tegen. Ja, ik ken het zelf niet over, maar ik zou hebben, wat je natuurlijk veel bij diabetes hebt, zijn polyneuropathieën, gevoelstoornissen. Dus dat die zenuwen dan eigenlijk, daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen, dat je wat minder wordt, maar ogen natuurlijk, maar dat is meer netvis gerelateerd. Ik denk een belangrijk punt.